Op de mooi! En dan zie je dat het gebeurt, hè? Dus ja, niet in je handen. Ja, we zijn 12 jaar geleden begonnen. En toen zat ik er nog niet bij. Maar een paar enthousiaste jongens die dachten dat moeten we gaan doen. We gaan zomaar racen in Hoogland. Nou, er waren een aantal in de omgeving die dat ook wel een leuk idee vonden. Dus die gingen ook inderdaad gaan zomaar racen. En ja, het begon iets kleiner, maar we zijn elk jaar worden we iets groter. Andere klasses, pauzes spelen, demonstraties, aankleding. Zo ga je elk jaar een stapje verder. En zoals eigenlijk elk ding begint het in de kroeg en met een goed idee. En als je het nog herinnert de dag erna, dan ga je het dan uitvoeren. Ja, er is van alles te doen. Natuurlijk is er een spectaculaire race gaande. En in verschillende klasses. Nou, voor de kleine hebben we ook allerlei leuke dingen. Sprinkers, zandbak, dat soort dingen. En we sluiten de dag af met een feestje. Jullie zijn begonnen met van die gezommerijs die ze eigenlijk voor de grotere tuinen gebruikt. Een soort kleine trekkertjes. En dat is aardig uit de hand gelopen, want die zijn opgevoerd en cetera en cetera. Ja, eigenlijk maaien doen ze niet meer. Nou, als ze hard genoeg gassen, dan gaat het gras er wel af. Maar die maaien zijn niet meer bestemd om te maaien, maar gewoon echt om te racen. Dus het is, ze worden compleet omgebouwd en er gaan grote motorblokken in. En je kan er zometeen zien hoe ze over de baan heen crossen. En Dennis Hoogland is de hemde knal. De leiding met Herman Veilig weer op de tweede plaats. Robert Blom. En goed in de race. En Theo Groen. We gaan de laatste ronde in. De laatste ronde. En worden de risico's genomen. Dan kan Herman het gaatje dicht houden. Zo. Cool houden. Of gaat Robert Blom. Oei. Kijk. En oei. Oei. En mijn iedereen gaat gewoon niks van de week zitten in de schep. Ja. Je staat een hele stoere bink. Hoe heet jij? Kasper. En Kasper, zit jij op deze trekker voor niks of ga je erop rijden? Op rijden. Ja. Wat is het? Een trekker of een gezonmaaier? Een gezonmaaier. Doe je voor het eerst mee? Ja. En heb je al gereden? Ja. Hoe ging die? Goed. Ja. Word je kampioen, denk je? Nee. En hoe komt dat dan? Nou, deze gaat niet zo hard. Simon. Ja, een special gezondmaaier. Ik heb er een unieke, die is 300 cc. Twee takt. En alle andere zijn vier takten. Hey, maar is dit origineel wel al een gezondmaaier geweest? Nee, dus ik heb hem zo gekocht, maar het wordt helemaal op maat gemaakt. Ja. Maar hij lijkt wel op zo'n gezondmaaier. Ja, er zijn wat regels die moeten. Er moet een maaiblad onder zitten. Hij mag niet geveerd zijn. En bepaalde breedtes en lengtes. En hoeveel plekken denk je hiermee te gaan halen? Niet zoveel. Ik moet nog even wennen. Ja. Maar zijn er ook gasten die echt heel goed zijn? Ja. Mijn broer helaas. Altijd dat. Hè? Nou, ik wens je gaat nog racen, want je zit er nog in. Ja, nog twee manjes moeten we. En dan finale. Hey, succes hè? Ja, dankjewel.